Zo ja, ja. Bijna ja. Hoe werd u verteld toen dat u zich moest aanpassen in Nederland? Ja, wij kwamen in Holland, maar natuurlijk, ik spreek geen Nederlands, dus ik begreep niks van, dus alles moet je zelf uitzoeken. Dus wij stappen op in de boot, met de boot hier naartoe, naar tot Singapore. En daar krijgen wij gewoon een boek. Dan moet je zelf een beetje leren, bepaalde dingen wat belangrijk is. Als ik kwam in Nederland kwam. Dus je kreeg een boek waar je. Ja, Indonesisch-Nederlands dan. Ja. Dan moet je even wat leren wat erg nodig is. Hoor, als je met 5 kinderen, en kinderen maar nog klein, dan moet je ook weten. Als hij nodig is. Ja. Veel nodig natuurlijk. Ja. Veel, ja, met ja. 5 kleine kinderen. Met kleine kinderen, ja. Maar kunt u een paar voorbeelden noemen van dingen? U moest dus Nederlands leren. U kreeg meteen een boek in uw handen geduwd. Ja, ik kwam in pensioen. En kwam in pensioen. En daar is, gewoon afwachten tot onze mannen krijgen werk. Dus ja. Krijgen we een zak geld. En met eten lang, bijvoorbeeld? Met eten bijvoorbeeld. Wij hoeven niet te koken. Wij krijgen alle dagen ons warm eten. Ja. En boterham eten. Maar was dus Nederlands eten? Was Nederlands eten, ja. Ja, u mocht niet keer, zelf koken? Nee, nee. 1 keer per week krijgen wij een rijst. 1 keer per week kregen we? Ja. Ja. Met Hollandse soep. Ja. En gebakken eitjes. Ja, ja. En hoe lang duurde het dan eigenlijk voordat u weer gewoon uw eigen manier van eten kon voortzetten? Ja, begin een beetje met kinderen, dat was niet makkelijk hoor. En kinderen verandering wat eten, dat is moeilijk. Ja. Kinderen mogen altijd ook nog rijst eten, ze zijn gewend. Ja. En ze zijn gewend ook daar 2 keer per dag rijst eten. Ja, dus de kinderen moesten allemaal overschakelen naar het overschakelen Nederlands eten. Nederlands eten, ja. Maar toen hadden we zelf proberen van alles wat de kinderen een beetje gelukkig maken en kinderen blij maken. Ja. Christina, was jij een van die 5 of ben jij in Nederland geboren? Nee, ik ben hier geboren. Ja, ja, dus ben jij niet anders gewend? Wat had jij vroeger thuis, ook Nederlands eten? Nee, altijd rijst. Het was echt 6 dagen in de week rijst en woensdag verplicht aardappels. Ja. Dat is elke woensdag verplicht aardappels met gehaktbal. Woensdag gehaktdag en dan hield mijn moeder zich altijd strikt aan. waarom was dat dan niet verplicht woensdag? Want toen konden jullie dus weer zelf koken. En gewoon wennen aan de Nederlandse eetgewoontes. Ja, ja. Wat, hoe heb jij dat nou, hoe ben jij nou opgevoed? Ben je als Nederlands meisje opgevoed? Je bent hier dus ook geboren of als Indisch meisje? Ik denk gemengd, een beetje van wat, hè? Ja, ja, ja. Wij moeten gewoon aanpassen met Nederlandse mensen. Ja. Ja, ja, dat wordt gezegd ook. Strikt in, hoor. Ja. Dat was heel vroeger in. Heel geen anders. Geen Indonesisch praten, in beter van de kinderen. Ja. Ik praat ook amper een woord Indonesisch, vind ik heel jammer. En het was, ja. Jullie mochten thuis Nederlands gewoon aanpassen aan de. Zoals dat stukje van dat je gewoon op Nederlands bezoek niet in je pyjama mocht ontvangen. Dat soort dingen. Dat klinkt heel lachwekkend. Ja. Maar dat stond er in die boekjes. Dus je had boekjes en daar stonden dingen in hoe je dan moest aanpassen. En je mocht Nederlands dus niet in je pyjama ontvangen. Nee, dat is ook echt gewoon echt, dat kan absoluut niet. En mijn ouders waren gewoon, ik vond dat ze heel braaf waren en echt heel erg, ja. En dat liet het beïnvloeden ook. Ja, daardoor. Ja. En ik mag ook niet met de kinderen Indonesisch praten, maar met zoveel mogelijk. En ik praat zelf in Nederland, nee, daarom. En zodoende van de kinderen leer ik ook de taal. Ja, ja. Maar hoe vind je, jij zegt net, ik vind het jammer dat ik geen Indonesisch spreek. Wat vind je daarvan, wat heb je nog over van die cultuur? Nou, diverse gewoontes, bijvoorbeeld eten. Ja. Als je vakantie naar Indonesië. Je hebt lekker spekkoek meegenomen, hè? Ja, we moeten zelf gebakken. Heerlijk, ja. Echt heel lekker. Ja, ik ken het. Jij hebt nu zelf een dochtertje van 6. Ook geboren in Nederland. Ja. Eigenlijk is dat dan de 3e generatie, hè? Ja, ja. Hoe voed je haar op? Hoe voed ik haar op? Zeg maar, met je cultuur, leer je haar ook nog dingen? Uit Indonesische cultuur, ja, zeker wel. Zeker. Zoals wat? Nou, onder andere het eten. Eten meer. We zijn 2 jaar geleden al in Indonesië geweest. Ik heb mijn dochtertje meegenomen. Of nou ja, sorry, 3 jaar geleden. En zijn van plan volgend jaar ook weer te gaan om haar te laten kennismaken. En ik ben gewoon helemaal weg van Indonesië. Ja. Maar dat is pas van de laatste 10 jaar hoor. Daarvoor had ik eigenlijk weinig interesse in Indonesië, moet ik zeggen.
Nadat ik er één keer geweest ben, ben ik gewoon verkocht. Ja. Heb je dan toch het gevoel als je daar komt van hier liggen mijn roots, hier liggen mijn wortels? Nou, niet eens zozeer. Niet zozeer van hier zou ik willen wonen, maar het is gewoon die bepaalde band die je hebt met Indonesië. Want in Nederland is gewoon mijn land waar ik woon. En als ik in Indonesië ben, ja, dan voel ik me ook heel prettig. Maar ik voel me hier ook heel prettig. Ja. Ja. Vind je dat niet een raar gevoel? Wat ben je als iemand aan je vraagt, wat ben je? Ben je nou Indonesisch of Nederlands? Ik stel me eigenlijk altijd voor als iemand het echt vraagt. Ja, dat ken ik eigenlijk. Ja, ga je dat ook eens afvragen? Ja. Maar in Indonesië, mensen denken dat er meer Indonesiërs zijn. Sorry. Wat denken mensen naar meer Indonesiër? Dan zit dat het een Indonesisch meisje. Ja. Als je daar. Maar als je. Tuurlijk, ja, daar wordt ze als Indonesisch meisje herkend. Ja, ja precies. Ja. Maar als je. Dan praat ze automatisch Indonesisch. Maar je bent hier geboren en getogen. En, ja. Ja. Maar ja, je voelt je gewoon ook. Nederlands eigenlijk wel. Ja, ja zeker wel. Ja. Ja. Gek. Jawel. Maar als ik Indonesisch ben, dan praat ze gelijk Indonesisch tegen. Dan denk ik van. Oei. Wat vinden jullie nou van dat integratiebeleid waar nu over gesproken wordt? In hoeverre vind jij dat. Dat ze zich moeten aanpassen. Dat mensen zich moeten aanpassen in Nederland. In zekere zin moeten ze zich gelijk aanpassen, vind ik wel. Maar ze mogen ook wel wat van hun eigen cultuur behouden. Van beide wat. Ja. Maar ik vind wel dat ze Nederlands moeten leren spreken binnen een jaar. Of binnen twee jaar, ik weet niet hoe het gaat. Maar zeker dat ze zich moeten aanpassen. Net als mijn ouders hebben moeten doen toen de tijd. Dus je bent uiteindelijk toch wel eens met die strikte manier van vroeger? Nou, niet helemaal. Nee. Niet helemaal. Dat was een beetje te erg. Dat was een beetje te overdreven, hoor. Dat werd u eigenlijk duidelijk gemaakt dat je de hele Indonesische cultuur moet vergeten. En daar kwam het wel op daar neer, daar kwam het ja. op neer, ja. En, maar dat... Ja, als je zo denkt, wel. Ja, hè? Maar die tijd natuurlijk je denkt. Maar maatschappelijk werk zo over de vloer, hè? Ja, dat we leren hoe het leven ja, in Nederlands. Bijvoorbeeld, vroeger stoken nog kolen. Dat moet allemaal geleerd. En wat voor eten. Ja. Ja. Nou ja, gelukkig zien we nu inmiddels dat in Indonesische cultuur toch zijn plaats heeft gevonden, ook in de Nederlandse samenleving. Wel. Zie je, ja. Uiteindelijk kan je dat toch ja. natuurlijk helemaal, niet helemaal wegkrijgen. Nee, ik kijk bijvoorbeeld al naar de spekhoek die jullie meegebracht hebben. En daar gaan we zo even lekker van smullen. Dit was Vita Veste alweer voor vanmorgen. Ik vond het heel leuk om met jullie erover gepraat te hebben. Dank je wel. Morgen ben ik er weer met de OEVA Show gewoon om 9:30. Maar VTV is nog niet afgelopen, dus blijf nog even lekker zitten. Maar ik zie je morgen. Ja, goed. Nou, dan gaan we naar de volgende.